Welkom bij deze video. Vandaag ga ik je vertellen hoe je een voedingsschema moet maken wanneer je wilt bulken / aankomen. Wanneer we hebben berekend hoeveel calorieën we nodig hebben om aan te komen, af te vallen, etc., dan kunnen we verder gaan met het maken van een schema. In mijn voorbeeld heb ik 3000 calorieën nodig om op gewicht te blijven. Wanneer ik wil bulken / aankomen, dan ga ik hier 250 calorieën per dag bij doen. Dus ik eet iedere dag 3250 calorieën. Ik zou hiermee in theorie iedere maand 800 gram plus minus aan moeten komen. Dus stel ik weeg me deze maand, ik weeg 85 kilo en ik weeg mij volgende maand en ik zou weer 85 kilo wegen. Dan weet ik dat in theorie dit dus niet klopt. Ik ga na een maand op de weegschaal staan, na het toiletbezoek, 's ochtends, direct na het opstaan. En ik kom er dus achter dat mijn gewicht nog steeds hetzelfde is. Wat ik ga doen is dat ik er 250 calorieën bij ga gooien. Ik ga dus 3500 calorieën eten. Ik kijk dit weer 2 weekjes aan, misschien een maand. En aan het einde van die maand / 2 weken ga ik op de weegschaal staan en zou ik in theorie aan moeten zijn gekomen. Is dit nou niet het geval, dan blijf ik dit gewoon herhalen totdat dat wel gebeurt. Een ander probleem is dat sommige mensen beginnen met bulken. Dat zal de eerste 2, 3, 4, misschien wel een jaar goed gaan. Even voor het gemak, een halfjaartje. Nou, die mensen worden in dat halfjaartje misschien 5, sommigen misschien wel 10, afhankelijk van hoe snel je bulkt, kilo zwaarder. En doordat je zwaarder wordt, heeft je lichaam spiermassa mee te tillen en vetmassa mee te tillen. En dat zorgt ook voor een hogere caloriebehoefte. Dus het kan zomaar gebeuren dat ik deze maand 3500 calorieën eet, ik netjes een kilootje per maand aankom en dit lekker een half jaar vol blijf houden. En na dat half jaar zie ik in mijn lifts en zie ik in mijn progressie dat er eigenlijk weinig meer gebeurt. Wanneer ik niet op de weegschaal ga staan, dan weet ik dus niet of ik genoeg eet. Het zou best kunnen dat ik hiermee iedere maand een kilo aankom en dat ik vervolgens na 6 maanden helemaal niks meer aankom. Puur omdat ik groter, sterker ben geworden en mijn lichaam dus niet meer genoeg heeft aan die 3500 calorieën. Dus na een half jaar zou ik makkelijk kunnen verhogen naar 3750 calorieën. In mijn voorbeeld mag ik 3500 calorieën iedere dag eten om aan te komen. Deze 3500 calorieën verdelen we onder de macronutriënten. Macronutriënten zijn koolhydraten, eiwitten, vetten en alcohol. 1 gram koolhydraat bevat 4 calorieën. 1 gram eiwit bevat ook 4 calorieën. 1 gram vet bevat 9 calorieën. En 1 gram alcohol bevat 7 calorieën. Alcohol laat ik in dit verhaal buiten beschouwing, want alcohol is niet goed voor je en is totaal overbodig tijdens het trainen. Ik heb dus 3500 calorieën te verdelen. Maar hoeveel eiwitten mag ik, hoeveel koolhydraten en hoeveel vetten mag ik? In theorie zou ik aan kunnen komen met alleen maar vetten of alleen maar koolhydraten of alleen maar eiwitten. Als ik 3500 calorieën aan eiwitten, vetten of koolhydraten alleen maar zou eten, dan zou ik aankomen. Is dat de beste manier? Nee, absoluut niet. Want ik niet persoonlijk, maar er zijn mensen die willen bulken, die willen alleen maar in spiermassa aankomen. Natuurlijk zijn dan bepaalde verhoudingen beter en is het goed om dit te verdelen. Het is onmogelijk om alleen maar in spiermassa aan te komen. Helaas, voor sommige mensen, je zal altijd een x-aantal gram vetten bijkomen. Voor heel veel mensen is 50-50 al vrij lastig. 5 kilo spiermassa, 5 kilo vetmassa aankomen is en kan al vrij lastig zijn. Maar je kan dit natuurlijk wel minimaliseren. De 3500 calorieën die zijn te verdelen over 2 manieren. De eerste manier is met percentages en de tweede manier is op basis van je lichaamssamenstelling. De eerste manier zal ik uitleggen. Dit is gewoon op percentages. Stel ik neem 3500 calorieën, 40% daarvan moet uit eiwitten bestaan. Dan ga ik dus 1400 calorieën per dag eten. Exact hetzelfde geldt voor koolhydraten, ook 1400 calorieën per dag, dat is 40%. En als laatste hebben we 20% vet, is 700 calorieën per dag. Dit allemaal samen maakt 3500 calorieën per dag. De tweede manier is de lichaamssamenstelling. Het aantal eiwitten is 2 keer lichaamsgewicht. Stel ik weeg 100 kilo
dan mag ik 2 keer lichaamsgewicht, is 200 gram aan eiwitten. We weten dat 1 gram eiwit 4 calorieën bevat. Dus 200 gram keer 4 calorieën is iedere dag 800 calorieën aan eiwitten. Voor de vetten geldt bijna hetzelfde, alleen dit is eenmaal je vetvrije massa. Dus wat ik weeg zonder vet. Stel, ik zou 100 kilo wegen, mijn vetpercentage is 10%. Dan weeg ik dus 90 kilo zonder vet. 90 kilo is mijn vetvrije massa. Dus dat betekent dat ik 90 gram mag eten aan vetten. 1 gram vet levert 9 calorieën. Dus 90 gram vet bevat 810 calorieën. Ik eet iedere dag 810 calorieën aan vetten. Koolhydraat is over slash aanvullend. 800 en 810 maakt samen 1610 calorieën. Ik mag iedere dag 3500 calorieën, minder 1610 die ik hier al heb gebruikt. Kom neer op, dat heb ik niet uitgerekend, shit. Oké, zijn we weer. 3500 min 1600, hetgeen de 1600 wat ik hier al had gebruikt, komen we uit tot 1890 calorieën per dag. 1 gram koolhydraat bevat 4 calorieën, dus 1890 gram gedeeld door 4 calorieën eten we iedere dag 472 gram aan koolhydraat. De berekening, de formule, de percentages, alles wat ik net heb opgeschreven, vooral van de berekening hiervoor, dat is eigenlijk een basistemplate. De vetten, 1 keer vetvrije massa, de eiwitten, 2 keer lichaamsgewicht, dat zijn eigenlijk de minimale hoeveelheden die je moet binnenkrijgen. Daarom heb ik dit tweede voorbeeld gegeven, dat je kunt zien van oké, ik kan best wat van mijn koolhydraten afhalen en dit bij deze twee toevoegen. Voor meer bodybuilders die zullen zeggen van nou, ik ga beter op dit, ik ga beter op dat, afhankelijk van wat je lichaamstype is en wat je lichaamssamenstelling is. Persoonlijk, ik vind het leuk om sterker te worden, dus ik leef best wel op koolhydraten. En als ik zou gaan wielrennen, hardlopen, langduursporten, ben ik ook een meer koolhydraat persoon. Er zijn natuurlijk mensen die daar juist een soort van afkeer tegen hebben, of die helemaal koolhydraatvrij of iets dergelijks willen eten. Kan natuurlijk ook prima, want in theorie heb je geen koolhydraten nodig, maar net wat ik zeg, afhankelijk van welke manier je traint en wat je zelf fijn vindt, kun je bepalen van ik heb ze wel of niet nodig. Persoonlijk, mede ook omdat ik best geloof in gezondheidsredenen, vind ik het handig om van alle drie de macronutriënten gewoon een goede verdeling binnen te krijgen. Toen ik begon met aankomen, toen controleerde ik elk product en ik keek op de achterkant van elk product hoeveel calorieën, eiwitten, vetten, etc. dit bevatte. En bij elkaar, dit telde ik bij elkaar op. Ik schreef alles op, ik verdeelde alle grammen, etc. over elkaar en daaruit komt de voedingsschema rollen. Tegenwoordig heb je honderden, duizenden apps en de app die ik persoonlijk het liefst gebruik is MyFitnessPal. Dit is tevens ook een van de grootste voedingsapps. Je hoeft bij deze app niet meer zelf je calorieën, etc. allemaal bij te gaan houden. Je kiest een product en dat geeft gelijk aan zoveel calorieën zitten erin, zoveel eiwitten, zoveel vetten, etc. Iedereen ter wereld die kan een product toevoegen en de hoeveelheid calorieën, eiwitten, koolhydraten, etc. hoeveel dit bevat, dat kunnen ze zelf invullen. Ik vind dit eigenlijk een super mooi concept. Iedereen kan wat invullen en daarmee wordt de app natuurlijk aanzienlijk beter en hoeven de makers zelf ook minder werk te doen. Maar er staan dus honderden, duizenden producten in, maar het nadeel is dat sommige mensen alleen de calorieën invullen en niet het aantal calorieën, eiwitten en vetten, etc. Dus sommige producten die zijn half of verkeerd ingevuld, want dat kan ook gebeuren. Dus ik raad wel altijd aan om een product te kiezen en dit even echt te controleren met het product wat je in je hand hebt. Wanneer je deze video combineert met de video hoe moet je afvallen, ik zal hem ook gelijk in de videobeschrijving zetten. Dan heb je eigenlijk een super goede start wat betreft aankomen. Ik adviseer de video zodat je weet hoe je je calorieën moet berekenen en zodat je weet hoe je fatsoenlijk weegt en meet. Zodat je je progressie kan bijhouden. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Nog meer fitnessvideo? Neem dan eens een kijkje op mijn YouTube kanaal. Daar vind je alles wat met fitness te maken heeft. En daar kun je ook gelijk abonneren zodat je nooit meer een video mist. En ik probeer iedere week een video te uploaden. Dus, tot volgende week!